Het internationaal gerechtshof wil meer bewijsmateriaal in de kwestie waarbij maatschappelijke organisaties uit Brokopondo de staat Suriname voor het gerecht hebben gesleept. Dit kwam afgelopen zondag ter sprake tijdens een gangkutu in Pokigrong. De stappen naar het internationaal gerechtshof zijn in juli genomen omdat de slachtoffers van de overstromingen niet gecompenseerd zijn door de staat voor hun verlies. Regita Edenburg van stichting Bureau Asawini zegt dat de slachtoffers nog steeds met het puin zitten. Ze stelt dat hoewel er een commissie door de staat is ingesteld en er beloften zijn gedaan, de bewoners van het gebied nog steeds niets merken. Asawini benadrukt dat de mensen niet langer voor de gek gehouden willen worden. Het vervolgstap is om ik de bekendbaar, en dat was de 12 juli, dat ook klaagde aan de internationale criminele strafhof, waarbij internationale criminele strafhof actie voor moren bewijsmateriaal, dat moet de bewijsmateriaal zou leveren aan dikke dat de mekwant dossier en ze willen nog meer bewijsmaterialen. En daarop gaan wij in verder borduren, we leveren de bewijsmateriaal, we gaan ze ook verder aanklagen. Want voor mij is duidelijk, die Paramaribo hebben wij dan een demarcatiebord geplaatst. Het is een hele belangrijke bord, zodat de mensen van Paramaribo of mensen die op ons grondgebied komen, dat ze weten wat onze rechten zijn in het grondgebied. Asawini geeft verder ook aan dat de rechten van de samenmakergemeenschap op diverse manieren worden vertrapt. Als voorbeeld haalt ze aan dat de regering jachtvergunningen geeft aan mensen. Wat maakt dat de lokale bewoners zich bedreigd voelen? Ook wijzen erop dat Chinese goudzoekers cyanide op grote schaal gebruiken, wat niet goed is voor het milieu. Weet je waar het mensonvriendelijk is voor de samenleving? Terwijl we aber recht verliep naar die grond, weet je wat 260 jaar is? Ik blijf erop hameren. Omdat het rechten zijn. En onze rechten worden vertrapt. En toen was maar vertrapt, maar recht. Paramaribo et re op voor strafasma. Dus wie schreef Abaletti voor straf Paramaribo op ons dingen grondgebied? Maar ze betrappen ons, ze vertrappen onze rechten. En daarom hebben we die vergadering gehouden voor informeerdesma. En hoe leert je daarna aan juridictie, dus internationaal juridictie, daar gaan we ook internationaal met hun communiceren, met juristen en advocaten. Dus dat we ook doen. Ronaldo Huur, voorzitter van de stichting Samakadaka 1762, zegt dat het al 260 jaar is dat de overheid geen rekening houdt met de rechten van de Samaka. Ade van Odu Taki, ding Musabi, dat na Libisma etanja ook toe. En van ik kan vet asandisi na bundeling, United. Voor apres disi. Baka verkadering met elkaar alle samenka organisatie op, ja, van appgroepen tot whatever, ja, stichtingen allemaal om zich te bundelen. Huur geeft aan dat bundeling van de samenka organisaties nodig is om zich te focussen op dat wat hen is nagelaten door hun voorouders. Hij gelooft dat op die manier de groep verder ontwikkeld kan worden.